Danny, je hebt al een paar keer mogen analyseren, denk ik, na afloop. Waar ging het mis vandaag? Terechte nederlaag. Buiten één fase, net voor rust en net na rust, waren we heel slecht aan de bal. En met name in de keuzes die we maakten aan de bal en de uitvoering. En we hebben op een paar momenten echt heel slecht verdedigd. Ja, dat wordt op dit niveau afgestraft en dan heb je een terechte nederlaag. Ja. Heeft het qua jullie eigen spel er wel ingezeten vandaag eigenlijk? Nou, de mogelijkheden waren er zeker. Ja. Heel veel zelfs. Alleen wat ik net al zei, als dit ons niveau is wat we vandaag hebben laten zien aan de bal. Ja, dan komt dat er totaal niet uit, omdat dat was gewoon slecht. Ben je ervan geschrokken? Ja, ik had wel verwacht dat we daar wat verder in zouden zijn. Aan de andere kant weet je ook dat dit kan wel eens gebeuren, dat je een minder niveau haalt. Alleen ik vond het niveau waar we vandaag op zaten wel heel slecht. Ja. Maar het is dan gewoon aan de bal, is het dan vertrouwen missen, niet in de wedstrijd zitten? Ja, geen vertrouwen, het is kwaliteit. Gewoon kwaliteit. Dus dan is Heerenveen sterker? Nee, Heerenveen was niet sterker. Wij waren kwalitatief, want alle ruimte lag. We spelen van op eigen helft 6 tegen 4. Ja. Met de keeper erbij 7. Of 7 tegen 5 of 6 tegen 5. Continu een overtal. Op een half speelveld. Alleen ja, als je de vrije ballen de tribune inschiet. Achter de man speelt. Te traag speelt. Dan speel je daar niet doorheen. Of sterker nog, je geeft af en toe de bal aan Heerenveen. En dan zak je steeds verder daarin weg. En dat vind ik gewoon. Ja, daar had ik van verwacht dat wij op een hoger niveau zouden zijn. Kijk, je kan een keer een bal fout spelen. Zeker als er wat risico in zit. Maar vrije ballen op dit niveau moeten van de 10 keer ook gewoon 9 keer goed zijn. Met de juiste snelheid op het juiste been. Naar de juiste man die vrij staat. Of naar de juiste zone waar iemand vrij komt. En dat hebben we gewoon buiten één fase in de wedstrijd heel slecht gedaan vandaag. Ja, wat me ook heel frustrerend lijkt is, je traint hier een hele week naartoe. Ja, je hebt een strijdplan en na 6, 7 minuten ga je door een enorme persoonlijke fout eigenlijk de boot in. Ja, maar kijk, we laten gewoon eerst de man lopen. Schat er de situatie verkeerd in en in de rebound schieten ze hem erin. Maar dan is er nog niks aan de hand. Je moet gewoon blijven doen wat er gevraagd wordt in deze wedstrijd. En dat hebben we op een gegeven moment de fase voor rust gedaan. En de eerste fase na rust. Maar daarvoor een hele lange fase en een lange fase in de tweede helft hebben we dat niet gedaan. En dat is frustrerend. Als je vandaag ziet dat er ruimte op de flanken ligt, dan moet je gewoon het spel een paar keer verplaatsen. En wat dan wel enorm frustrerend is, is dat jongens besluiten om gelijk maar die bal door de as te spelen. Waar juist Heerenveen met 6, 7 spelers staat gepositioneerd. Dat zijn dingen, daar word je wel eens gek van. Ja. En dan zeggen mensen, ja, waarom staat die man nou altijd te schreeuwen langs de zijlijn? Nou, hierom. Ja. En dan kan je zeggen, ja, luister eens niet, train je er niet op, heb je het niet besproken? Jazeker. Alleen dan zie je toch weer, en dat is blijkbaar iets menselijks, dat sommige jongens nog steeds die sturing nodig hebben. Ja. Het liefst vanuit het veld, maar als die daar niet is, zal die toch van de kant moeten komen. Als ik iemand even uit mag lichten, Peter Leeuwenburg, natuurlijk een groot moment met de 1-0 van Heerenveen, maar daarna ook een paar momentjes. Praat je met hem over? Want het is natuurlijk niet de eerste keer dat hij de fouten gaat. Nee. Hoe doe je dat met die jongen? Ik praat met alle jongens. Zowel in teambesprekingen als in kleinere groepjes als individueel. Daarom maak ik ook lange weken. Dat zijn veel gesprekken. Nee, maar dit zijn voorbeelden van dat het zo ongelooflijk veel energie kost. Niet alleen voor mij, hè. Ook voor de rest van de staf. En die jongens stoppen er ook heel veel energie in. Hè? Maar om het te ontwikkelen. Om naar een hoger niveau te komen. Het is niet zomaar dat als je iemand haalt en je geeft hem een Groningen shirt, dat hij goed genoeg is voor Groningen. Daar komt nog heel veel meer bij kijken. En daar zijn dit voorbeelden van. Maar zou je dan zeggen dat Peter Leeuwenburg op dit moment niet goed genoeg is voor Groningen? Als Groningen in de top 6, top 7 wil gaan spelen, zal Peter naar een hoger niveau moeten groeien. Zo simpel is het toch? Ja. Paasweekend. Nog even lekker eruit of... Ik ga wel even een paar dagen bijtanken, dat heb ik hard nodig. Even lekker niet meer aan voetbal denken. Helemaal, ja. Geniet van. Okay. Dankjewel.